Waarom daar en niet hier? Ja, bij de bomen. In deze aflevering van Visblad TV gaan we iets heel speciaals doen. Robert de Wild gaat met zijn collega Ruben Bil achter de rivierkreeftjes aan. Als jurist en fanatiek sportvisser weet Ruben alles over deze bijzondere visserij. Die vandaag misschien zelfs een culinair staartje krijgt. Welkom bij Visblad TV. Welkom bij een nieuwe Visblad TV. Of beter gezegd Kreeftblad TV. Want we gaan deze aflevering iets heel anders doen dan normaal vissen. We gaan namelijk met Ruben Bil, jurist bij Sportvisserij Nederland, gaan we achter de rivierkreeftjes aan. Dat is natuurlijk een hot topic, hè? Zeker de laatste jaren. Je hoort er veel over. Sportvissers die houden zich er enorm mee bezig. En om maar met de deur in huis te vallen, Ruben. De meest prangende vraag of vragen die bij sportvissers leven. Je hebt er zelf een hoop gehad. Ja. Mag je er nou eigenlijk op vissen? En zo ja, wat mag wel, wat mag niet? Mag je ze meenemen? Vertel. Ja, inderdaad. Heel veel vragen gehad van sportvissers met name, maar ook van andere mensen. Die rivierkreeftjes die zitten er gewoon massaal en mensen willen erop vissen. En het mooie is, je mag erop vissen. Gewoon met de vispas, want de rivierkreeft is voor de visserijwet is gewoon een vis. Oké, zo hebben we gelijk. Ja, precies. Alleen je mag wel als sportvisser met de vispas alleen met een hengel vissen. Of twee hengels. Ik krijg heel veel vragen van mensen die willen met fuiken aan de slag of met kreeftenkorven. En dat is niet toegestaan. Daar moet je geregistreerd beroepsvisser voor zijn. Dus dat gaan we niet doen, dat is no-go? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gewoon is een no-go, inderdaad. Hengeltjes. Gewoon met de hengel. En het mooie is, je mag ze ook meenemen. Want ze staan op de Europese exotenverordening. En dat betekent dat het als plaag wordt aangemerkt. Ja. En door erop te vissen en ze mee te nemen, kun je die plaag in bedwang houden. Misschien zelfs inperken. Ja, ja. Het enige wat wel van belang is daarbij, is je moet even checken bij je hengelsportvereniging of bij de hengelsportfederatie, degene die het visrecht heeft, of je het volledig visrecht hebt. Dat is van belang, want als dat zo is, dan mag je ze ook meenemen. Dan is alles safe en dan kun je aan de slag. Safe is geregeld. Ja. Nou, klinkt leuk. Lijkt me ook wel grappig om te zien hoe jij die dingen vangt, want we weten inmiddels dat je ze aardig, ik zal niet zeggen aan de schubben komt, aan de scharen komt. Aan de scharen komt, dus ja. Laten we naar de waterkant gaan, joh. Ik kan niet wachten. Hengel ligt in, dobbertje staat mooi, antennetje net uit het water. Hoe zie je nou of je beet hebt? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is net als met witvissen. De dobber gaat onder, de dobber loopt weg. Soms gaat hij een klein stukje onder, steekt hij daarna weer omhoog. Het gaat hetzelfde als met normale vis, alleen ja, het gaat iets langzamer over het algemeen, want die kreeftjes die lopen over de bodem. Wat wel grappig is, soms zie je dus dat hij opeens heel hard wegloopt. En ik krijg dan het idee dat er meerdere kreeften op je stek zitten en dat eentje het aas heeft. Moet je denk wegwezen. Wegwezen, want er komt een andere erachteraan, die wil hem afpakken. En dan zie je hem opeens snel gaan. Ja. En wat is dan het moment dat je aanslaat of hoe doe je dat en wanneer doe je dat? Ik doe het snel. Dus ik laat niet doorbijten. Er zit een lus onder. En zo gauw als hij het aas heeft gepakt en ik zie beweging op die dobber, dan til ik hem rustig omhoog. Dus het is geen aanslaan, het is gewoon rustig. In een gelijkmatige beweging is het ophalen. Echt liften. Liften, ja, dat is het goede woord. Hij hing eraan. Hoe kan dat nou? Ja, het systeem is nog niet optimaal. Kinderziektes noemen we dat. Oké, oké. Bij de pielen. Erin aan. Ja. Ja, op de kant. Hebben. Kijk, en zo moet het. Kijk, hier zie je nog op zijn pootje ziet hij nog het aas zitten. Kijk, dat heeft hij echt met al die poten lopen knagen. Ja. Ze proberen, er zitten er meer. Ze proberen ze het een beetje voor zichzelf te houden. Dus dan gaan ze er ongeveer bovenop zitten. En daarom moet je vrij snel zijn. Zo gauw als je ziet dat je beet hebt, gelijk ophalen. Want dan pakt hij met zijn schaar. Oké. Ja. Oké. Hey, en nou heb je hem achter zijn kopbeet. Is dat ook... Dat zal wel de manier zijn als ik... Ja, dit is de manier, want je ziet de scharen al. Dat is niet grappig. Daar steek je je vinger niet in, want er zitten hele scherpe puntjes op die scharen. En dat is wat me een beetje bang ervoor maakt. Ja. En als je ze precies zo achter het kopje pakt, dan kunnen ze je en met de pootjes niet pakken en met de echte knijpers niet. De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft is gemakkelijk te herkennen aan de witte knobbels op zijn scharen en het gladde bruingroene lichaam. In Nederland komen vrijwel alleen exotische ofwel uitheemse rivierkreeften voor. Slechts op een enkele plek in het oosten van het land is nog de inheemse rivierkreeft te vinden. Dit is de enige soort die je niet mee mag nemen. Oké, dus dit is sowieso een exoot.
Het is niet de inheemse zeldzame variant. Wat ga je ermee doen? Wij? Ja? Wij gaan hem opeten. Nou, ik vind het prima. Ja. Dus, wat wel belangrijk is, en dat geldt voor alle vissen die je meeneemt, als je onder de vispas vist, is meteen doodmaken. Oh, oké, hetzelfde als met gewoon... Hetzelfde met gewone vis. Alleen deze geeft geen klap op de kop, maar die steken tussen de ogen met een mes. Ja. Oké. Okay. Ik zou zeggen, doe maar en dan gaan we gewoon verder. Ja. Proberen een beetje een avondmaaltijd bij elkaar te scharren, want deze is nog geen volle maag. Nee, zeker niet voor twee personen. Ja. Terwijl wij daar zitten te vissen, leg ik een stukje verderop, leg ik even het aashengeltje erin. Om te kijken of ik ze hier ook kan lokken. Dus dat is de truc, terwijl je daar vist, maak je eigenlijk al een ander voerplekje. En dat doe je niet te ver weg, een metertje of 10, 15, zodat de kreeftjes ook daarna komen. Dus als je daar niks meer vangt, ga je gewoon 10 meter verderop zitten. Je kunt zien, de sardine, die zit dus beschermd in zo'n netje. Maar ze hebben er gewoon aan zitten knagen. Je ziet de klauwafdrukken zie je erin. Je ziet de bepaalde stukken, zie je dat die gewoon opgegeten is. Dus het heeft zeker gewerkt. Ze zitten erop. Hebben. Oh. Ja. Daar herken je gaat... de echte vissen. Oh jee. Ruben, jij was alweer het volgende stekje aan het aanleggen. Ja. En ik zit te kijken naar jouw doorbeek. Ik denk, ja, dat goed hè. Dat is het, hè? Ik pak hem. Nummertje 1. Stekkerpezer, kreeftenjatter. Volgens de visserijwet moet er bij het vissen altijd een haak aan je lijn zitten. Ook als je op rivierkreeftjes vist. Aan dit haakje monteert Ruben zijn aas. De onderlijn bevestigt Ruben met een wartel aan zijn hoofdlijn. Parallel aan de haak houdt hij 15 centimeter lijn over. Daarmee maakt hij een schuivende lus die om het haakje heen hangt en bij een aanbijt om de schaar van de kreeft heen schuift. Mooi om het lusje, ja, Ruben. Dit is echt schoolvoorbeeld van hoe het moet. De kreeft die pakt dus het aas, hè. De haak zit helemaal hier. En hij steekt zijn klauwtje door de lus heen. Hij loopt ermee weg, het dobbertje gaat onder en ik trek hem aan. En ja, je ziet het lusje zit perfect om zijn klauwtje heen. Dus hij is niet gehaakt, hij is niet beschadigd, het lusje zit eromheen. En ja. Van zijn eigen gewicht hangt hij. Blijft hij in de lus hangen. Ja. Ja. Hey, en hoe dik is dit? 2500ste. Ja. En dat is met opzet, want ja, er zitten scherpe klauwtjes op. En, zeggen, die, Je moet niet willen dat hij je lijn doorbijt terwijl die eraan hangt. Dus vandaar 25. Niet te licht. Oké. Okay. Zullen we hem ontlussen? Ja. Kijk, het enige wat jij eigenlijk moet doen... Oh, nou. Is de lus open trekken. Fluitje van de centje. En dat was het. Perfect. Kan hij erbij? Ja. Zo langzaamaan krijgen we een mooie maaltijd. Dit gaat de goede kant op. Ja. Dit is er eentje. Kijk, weer één. Het gaat als een raket, Ruben. Ja, het is niet normaal. En allemaal hier, uit zo'n klein stukje, binnen 5 minuten. Hebben we er nou 4. Ja, wat ik wou net zeggen, we hebben er net al een paar gevangen. Hier op een vierkante meter alweer een zwik. Ja. Dat geeft wel te denken van hoeveel er alleen al in deze sloot zit. Is het, dat moet toch een verschrikkelijke plaag zijn? Ja, inderdaad. Je ziet het hier vandaag. En we kennen natuurlijk andere plekken in Nederland waar er echt barst van de kreeften. In het Groene Hart bijvoorbeeld. Met de rode Amerikaanse rivierkreeft dan. Alleen het probleem is een beetje, we weten niet precies hoe groot het probleem is. Nee. Waar zitten ze nou, welke soort zit waar, hoeveel zijn het er? En ik denk dat wij met die vangsten met de hengel als sportvissers daaraan bij kunnen dragen. Dat je in ieder geval het probleem, de verspreiding, ja, in kaart sneller in kaart krijgt. Ja. Als je nou wil weten of op het water waar jij wil gaan kreeften, of ze daar überhaupt zitten, of ze er een beetje in grote getalen zitten, dan is dit een heel goed voorteken. Ruben wees ons er net op. Het zijn een paar restanten van schalen, wat scharen, wat pootjes. Kan van alles betekenen. Misschien dan een reiger of een fuut, want die eten ze tegenwoordig ook. Dat die hier zijn kreeften lopen verorberen. Ze verschalen ook in de warmere maanden van het jaar. Maar dit zijn wel tekenen dat het wel goed zit met de kreeftenstand in een sloot.
Het is de eerste in Utrecht, maar we gaan nog even door. Besteld. Ja, dat was ik. Kijk eens aan, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ziet er voortreffelijk uit. Hopen dat het ook zo smaakt. Nou, we zijn ondertussen hard aan het pellen. Dat gaat op zich prima. Trek eerst de kop en het lichaam. Trek je er vanaf en dan hou je een staart over. En misschien nog iets van een smaakje meegeven in de pan. En dan gaan we toetasten. Dankjewel. Niet taai, best wel smaakvol, maar ook niet een hele uitgesproken penetrante smaak of iets. Ik vind het wel echt. Ook geen modder? Prima te doen, nee, niet grondig, hè? Geen grondsmaak, absoluut. Nee. Nou, superman. Nou, is zeker voor herhaling vatbaar. En jullie hebben het hopelijk gezien, deze nieuwe aflevering. Je mag erop vissen, je kunt erop vissen. En met de tips van Ruben moet dat gaan lukken. Ja, en als je wil, kun je daarna nog een bordje voor jezelf maken. Over bordjes gesproken, in het bijbehorende artikel in het novembernummer van het Visblad. Daarin staat een nog wat uitgebreidere culinaire tip voor het bereiden van rivierkreeftjes. En daarin gaan we ook nog een stuk dieper in op de techniek en de verschillende technieken die Ruben toepast bij het vissen op rivierkreeftjes. Tot de volgende keer. Nou, ik neem nog eentje. Zijn lekker, hè? Oh,